Goeiedag allemaal, welkom weer bij een nieuwe YouTube-video. Nou, ik sta weer een keer bij de cv-ketel en er is enige tijd geleden discussie ontstaan of je hem nou wel of niet op 60 graden moet zetten. Ja, ik heb daar verder geen mening over, maar ja, twee andere YouTubers die ik ook volg, genaamd John Visser en Ketelklets, die hebben een verschillende mening erover. En ja, Ketelklets die vindt dat als je van het gas af wilt, dat 60 graden wel handig is, omdat je het een beetje aan kan voelen van wat een warmtepomp gaat doen. En John Visser is dan meer voor als je aan het gas blijft zitten met de cv-ketel, dat je hem zo zuinig mogelijk instelt. En ja, daar wil ik vandaag voor jullie dan een video over maken, over de Intergas HRE. Deze hele bekende ketel die in veel nieuwbouwhuizen hangt. Nou, bij mij hangt die in een bestaande bouw. En ja, bij mij zijn er ook een aantal dingen veranderd. Hè. Zoals jullie zien heb ik voor koud en warm water is de leiding afgedopt. Dat heb ik niet gedaan, maar iemand anders gedaan. En je ziet het, de leidingen van de warm en de koud waterleiding die lopen hier zo naar de e-boiler toe. Want ik doe natuurlijk alles op elektriciteit, omdat gas zo duur is. En dan zie je, ik stook hem ook niet heel hoog op, ongeveer tot 40 graden. En dan hoor ik jullie al denken en typen in de reacties misschien al van, ja, Legionella. Nou, ik stook hem wel voordat ik ga douchen op naar minimaal 55 graden. En één keer in de week stook ik hem door naar 60 graden. En dan gaat alle Legionella meteen binnen een minuut dood. Dus vandaar dat ik hem op 41 heb, want dat is een stuk zuiniger natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook zonnepanelen. Dat is de reden waarom ik een boiler heb genomen voor het warme water. Zo'n kleine boiler als dit, die is maar 50 liter en die gebruikt maar 20 kilowattuur extra per maand. Dus het valt allemaal wel mee met het energieverbruik. En daarom is het voor mij dus gunstiger om op elektriciteit warm water te maken. Nou, ga ik eventjes naar de cv-ketel toe. Je opent hier het klepje met je vinger. Het is een beetje lastig filmen, want nu hangt die boiler in de weg voor mijn armen. Dat is een beetje moeilijk. In dit kleine hokje hier zo. Nou ja, links heb je zoals altijd de aan-uit-toets. Zo is die uit, zie je de druk in de cv-leidingen. Die hangen dus wel nog aan deze ketel. Hier is de aanvoer en hier is de retour. Hier is het expansievat. Hier hangt het overdrukventiel. En hier hangt het vulpunt. En ik weet dat er flexibele slangen aan zitten. Ik heb dat zelf niet aangesloten. Maar degene die deze ketel heb gehangen, dat was een of andere loodgieter die niet helemaal opgeleid was blijkbaar. Dus ja, zo hoort het in ieder geval niet. Hè. Je hoort gewoon koperen leidingen te gebruiken. De gasleiding heeft hij natuurlijk wel nog gebogen met zo'n verzetje. Maar ja, had die flexibele slangen eigenlijk niet moeten doen, maar gelijk op de ketel moeten zetten. Maar goed, dat is dus niet gebeurd en dat wist ik toen niet. Toen wist ik nog heel weinig van installatietechniek af. En nu weet ik er een heel stuk meer van af. Nou, je kan hem met die weer aanzetten. En nou ja, wat John Visser eigenlijk heb gezegd, de temperatuur van de cv, die kan je hiermee indrukken. Dus moet je hem lang indrukken, 2-3 seconden. Zie je bij de radiator symbool de temperatuur knipperen. Nou, die moet dus eigenlijk gewoon op 75 graden blijven staan. En dat is in verband met een hoog starttoerental. En dat de ketel niet gaat pendelen. Nou, je kan wachten tot die gaat opslaan. Of je kan hier de reset indrukken. Dan komt er een P in het display. Dan heeft hij hem opgeslagen. En dus als we nog een keer de temperaturen opvragen. 2 seconden op deze toets drukken. Zie je dat die 75 graden aanvoertemperaturen stookt. En dat is dus de reden dat de ketel niet gaat pendelen. En de reden van die 75 graden is dat de modulerende thermostaat zelf het aanvoertemperatuur gaat bepalen. En met een aan-uit thermostaat heb je natuurlijk hier geen last van. Nou ja, de volgende stap, en dat kan wel iedereen doen om gas te besparen, is het ketelrendement naar beneden brengen. En dat doe je door middel van de zogenaamde parameters in te stellen.
Hè, dus dat ga ik ook eventjes nog een keer laten zien. Daar heb ik ook al een keer een video van opgenomen. Maar ik ga het toch nog eventjes laten zien. Hè, je drukt dan de steeksleutel en de reset knop tegelijk in. Of eerst een steek en dan de reset. Of eerst de reset en dan de steeksleutel. Hè. Dus op deze manier krijg je twee nulletjes. Ga je met deze plus toets ga je naar nummer 15. En je kan hem ook lang indrukken, gaat hij heel snel er naartoe. Nou, 15, dat zijn de parameters. Kan je met het sleuteltje, het steeksleuteltje, door de menus heen scrollen. Nou, parameter 1, die staat bij mij op 3. Hè, want bij jullie staat hij dus op 0 of 1. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dan heb je dus en een combiketel. Hè, dus en warm water en cv. Bij mij heb ik hem alleen op 3. He, dus alleen cv-water, dat heb ik ook wel monostand genoemd in het boekje. Maar ja, jullie moeten daar dus van afblijven als je gewoon warm water en verwarming wil hebben. De volgende parameter ga je door naar nummer 3. En dat is het maximale ketelvermogen. Nou ja, ik heb hem al lager gezet. Die staat bij jullie normaal op 70. Hè, dus je kan gewoon met plus en min kan je dat ding instellen. Hij staat standaard op 70% vermogen, maximaal cv-vermogen. En ik heb hem op 40 gezet. Dus dat is voor mij prima. Hè, want ik stook alleen als het echt onder de min 5 buiten is. Of als het 0 graden is en er staat wind. Of ja, misschien 3 graden plus 3 graden en er staat wind. Ja, dan moet deze wel bij de infraroodplaten bijkomen. Nou, ga je naar het volgende nu. 3 punt. Dat is de pompsnelheid, maximale pompsnelheid. En die heb ik ook van het hoge getal naar 40 gebracht. En je kan ook helemaal doorscrollen. Het is aan te raden om van de rest van al die parameters af te blijven, want je kan het alleen maar goed vernachelen. Dus je kan helemaal doorscrollen. Tot Q, R en dan ben je weer terug bij 1 en dan kan je weer hetzelfde allemaal instellen. Nou, ik heb dus mijn maximale cv-vermogen op 40% in plaats van 70% en mijn maximale pompsnelheid op 40%. Omdat ik van die kleine radiatoren heb en ja, boven is het sowieso niet nodig om te stoken, want daar heb ik een dik dekbed zitten. Nou, op de reset toetsen dan slaat alles op hè, met de P in het display. En dan gaat alles weer uit. En nou, ik heb ook nog een video uitgelegd over dit kraantje. Bij mij doet hij het natuurlijk nu niet meer, omdat ik dus geen warm water meer gebruik met deze ketel. Maar uit, dat is zeg maar het zuinigste. Dan wordt het tapwater niet opgewarmd. Nou, met het klokje gaat hij zelf een beetje inleren. Voordat jij gaat douchen, gaat hij dan de warmtewisselaar opwarmen. En dan deze, die zeg maar aan symbool, dan houdt die continu de warmtewisselaar op 60 graden ketelwater. En dat kost enorm veel gas, dus dat moet je echt niet doen. Ik moet er wel bij zeggen dat als een van de lampjes niet brandt, dat je je niet aan de veiligheid houdt. Volgens het boekje in ieder geval, niet aan de voorschriften moet ik zeggen. De veiligheid is prima, maar de voorschriften. Dus als allebei de lampjes uit zijn en er hangt nog tapwater natuurlijk aan je ketel, dan hou je nog niet aan de voorschriften. Het beste gulden middenweg is dus het klokje aan te zetten. En dan gaat hij zelf inleren wanneer hij de warmtewisselaar voor het warme water op gaat warmen. En als jij dan gaat douchen, dan kost het niet een hele minuut water, dat alleen maar koud water uit je douchekop komt. Dat is ook zonde van het water natuurlijk. Nou ja, wat ik verder uit kan leggen. Je hebt met de plus en de min toets, de steeksleutel en de min toets. Dan kan je hem op laaglast testen. Zo gaat hij aan. Begint hij op de laaglast de verwarming te stoken en dat is handig om te testen of als je thermostaat het even niet doet. Nou, kan je hooglast kan je met de plus en de steeksleuteltoets doen, dus op die manier krijg je een kleine H in beeld. En met de vollast druk je nog een keer op de plus en grote H. En met plus min dan haal je hem er weer af. Nou, ik ga hem gauw uit doen. Want dat kost allemaal gas en ik wil het liefst dit jaar 0 kub gas op de rekening hebben. En dat gaat ook wel lukken.
Ja, jullie zien het filmpje denk ik volgend jaar al. Moet ik nog even kijken wanneer ik deze upload. Nou, dat was mijn uitleg over waarom die dan niet op 60 moet staan, maar toch maar op 75. En ja, zoals ik al zei, Sean Visser heeft daar ook meerdere filmpjes over en nog duidelijke uitleg over, vind ik. Dus ga ook zeker dat kanaal eventjes checken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet geen duim omhoog te doen als je het een leuke of interessante video vond of als je er wat aan had. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dag allemaal.